We gaan het hebben over mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen. Daar zitten jullie hiervoor aan tafel. Een steeds vergrijzendere samenleving wordt steeds vaker gebruik van gemaakt. Mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen. Wat is het verschil, meneer Wanten? Het verschil is, bij mantelzorgwoningen is er echt sprake van een zorgvraag. En dat kun je ook al met een indicatie aantonen. Dus dat er echt een zorg, sprake is van zorg. Bij premantelzorg wil je eigenlijk die fase voor zijn. Dus is er nog niks qua zorgvraag aan de hand. Ja. Het gebeurt steeds vaker dat dergelijke premantelzorgwoningen in de gemeente worden geplaatst? Ja, zeker. We zien het animo voor dat soort woningen zien we inderdaad wel toenemen. Dat heeft volgens mij ook te maken met voorbeelden, goede voorbeelden die we steeds vaker in de gemeente tegenkomen. Ja. Dat ziet u ook, Joop Jansen van mantelzorgwoning.nl? Zeker, ja. Dat komt steeds vaker voor, inderdaad. Ja. Mensen die dus bij mij op kantoor komen en voor een mantelzorgwoning, vragen ook vaker van, heb je ergens een voorbeeld staan voor van een mantelzorgwoning? En dan gaan we dat samen kijken bij die mensen thuis. En die mensen die er wonen, die vinden het ook zeer prettig om die mensen te kunnen adviseren hoe het is eigenlijk, hoe het voelt om in zo'n mantelzorgwoning te wonen. Want is het een lastig of een drempel vaak voor veel mensen? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk. Kijk, als jij 50 jaar of misschien nog wel langer bij elkaar woont, 40, 50 jaar, in één huis, in hetzelfde huis, en om dan te gaan veranderen, dat is niet makkelijk natuurlijk. Hè. Dat is toch wel een stap die ze moeten nemen, ja. En bij een premantelzorgwoning zijn de mensen daar waarschijnlijk meer bewust over aan? Nee? Zeker, ja, zeker. Bij een premantelzorgwoning, de mensen die zien vaak in hun omgeving mensen ook die ouder worden en hoe ze zich dan moeten bewegen of de ellende eigenlijk, om het zo maar te zeggen, die voor kan komen. Dat willen hun voor zijn natuurlijk, ja. We gaan even kijken naar uw collega Ingrid van Enkevoort. Zij vertelt over wat dat precies is, zo'n premantelzorgwoning. Een premantelzorgwoning, daarmee loop je vooruit op een mogelijke mantelzorgsituatie. Dus je bent nog fit en vitaal, maar je verwacht in de nabije toekomst wel een keer misschien iets van zorg en ondersteuning nodig te hebben. En dan kun je dus wel alvast passend gaan wonen, maar je hebt op dat moment nog geen mantelzorg van de mensen die bij je in de buurt wonen. Een passende woning die levensloopbestendig is, dus alles op de begane grond. De badkamer is goed uitgerust op toekomstige zorg. De woning is goed toegankelijk, is niet te groot. Ook de tuin is niet al te groot, zodat je makkelijker voor je huis kunt zorgen. In de toekomst voorgesorteerd bent op, stel dat er hulp nodig is, dan hoef je dan niet nog allerlei toestanden te doen, want het duurt ook wel even voordat je zo'n huis er hebt staan natuurlijk. Dus dat je al van tevoren nadenkt over hoe ga ik wonen. Ja, dat was een van de voorbeelden in Panningen. Is het zomaar geregeld? Zitten er veel regeltjes aan? Nou, dat proberen we eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen, die regeltjes. Het gaat ons wel echt om de bedoeling. Als mensen echt voor elkaar willen gaan zorgen of iets voor elkaar willen gaan betekenen, willen we dat zo makkelijk mogelijk maken. Maar de wetgever heeft wel bepaald dat bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, het gebruik van mantelzorgwoningen wel vergunningvrij is. Pre-mantelzorg hebben we dan weer een vergunning voor nodig. Dus dat is wel een drempeltje wat er is. En waar zit hem dan in? Waarom dat verschil? Nou, de wetgever, de landelijke overheid heeft bepaald dat mantelzorgwoningen, het gebruik van mantelzorgwoningen vergunningvrij is. En een pre-mantelzorg is dat niet. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dus dat betekent dat we daarvoor een vergunning moeten afgeven. Maar dat proberen we ook wel zo laagdrempelig mogelijk te maken. Niet te veel regeltjes aan te hangen. Het gaat ons vooral om het gebruik van die premantelzorgwoning. We willen wel dat er een sociale relatie is met elkaar. Dat mensen ook echt iets voor elkaar gaan betekenen. Hè. Dat hoeft geen nieuw huis te ontstaan. Dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste. Ja. En daarnaast is het wel even goed om te vertellen. Vergunningvrij wil niet zeggen regelvrij. Want er is altijd nog, je hebt altijd nog te maken met regels. Het mag bijvoorbeeld 100 vierkante meter uit mijn hoofd maximaal aan bebouwing betreffen. 1 bouwlaag. We hoorden al dat het levensloopbestendig moet zijn. Dus dat soort voorwaarden hebben we er wel aan. Daaraan moet het sowieso voldoen. En als er sprake is van bouw, dan moet er ook nog een bouwvergunning aangevraagd worden. Dus dat zijn wel zaken om rekening mee te houden. Ja. En dan kijken we natuurlijk ook altijd naar,
ja, de ligging van een dergelijke ja, unit, zoals, het, zoals u die ook aanbiedt, hè, moet wel op een goede plek liggen. Het moet rekening houden met de omgeving, met parkeerdruk, niet in de voortuin, dat soort... Waar worden ze hoofdzakelijk geplaatst? Is dat bij mensen in de tuin of in het, op het stuk grond wat ze hebben? Ja, wat wij merken wel, ja, inderdaad, het stuk grond wat ze nog hebben. We hebben in Pelemaas wel de gelukkige omstandigheid dat we veel ruime kabels hebben. Grote woningen, ruime kabels, waar nog best plek is om iets naast te zetten. Dat is even kijken van wat de beste plek is. Maar daar is altijd wel een oplossing voor te vinden. Ja. Wat vinden de mensen van de regeltjes? Zijn ze er voldoende op de hoogte? Helpen jullie ze daarbij? Ja, het is zo dat wij, als mensen bij ons komen... Dan bieden we inderdaad een soort projectbegeleiding bieden we aan. En dat betekent eigenlijk dat we dus... we kunnen ze het geheel ontzorgen van het begin... dus wat de gemeente betreft, tot sleutelklaar opleveren. Dus we merken wel... dat mensen er wel eens tegenaan lopen, ja. En ik moet zeggen, in Pelemaas en Horst aan de Maas... twee gemeentes die heel meegaand zijn, moet ik zeggen. Daar zijn die regeltjes niet... daar is die druk niet zo groot als bijvoorbeeld andere gemeentes hier in de buurt. Want ja. Zijn ze daar strenger? Hebben ze andere... Daar zijn ze strenger, ja. Ja, daar zijn ze strenger. En ja, goed, misschien... ja, misschien dat ze een keer contact moeten nemen met Pelemaas. Om te kijken hoe het wel kan en moet. Eigenlijk moet, vind ik. Ja? Want je maakt eigenlijk... kijk, zo'n mensen die daarvoor kiezen... die maken we ruimte bijvoorbeeld voor andere mensen. Of in dat huis wat ze gaan verkopen bijvoorbeeld. Ja. En ja, we zitten toch al met een probleem wat betreft huisvesting natuurlijk hier in Nederland... dat is ik vind het wel een ideale oplossing eigenlijk. Ja, ja. Ja, inderdaad, voor het woonprobleem, hè, voor de woningmarkt, is het een uitkomst? Ja, absoluut. Kijk, de grootste opgave, het grootste probleem in de woningmarkt is dat de doorstroming stokt. En dat heeft alles te maken met rijksbeleid. Hè. De Rijksoverheid wil graag dat we langer thuis blijven wonen, omdat anders de zorgkosten echt de pan uit te reizen. En kon je vroeger nog, als je op leeftijd was, doorstromen naar een verzorgingstehuis. Ja, die zijn de laatste 10 jaar zijn die systematisch allemaal gesloten. En een echte alternatief daarvoor is er niet. Want diezelfde Rijksoverheid heeft er ook naar voor gezorgd dat er veel te weinig woningen zijn gebouwd in die tussentijd. Dus dat moeten we nu allemaal gaan oplossen. Terwijl we ook nog met torenhoge bouwkosten te maken hebben. Als we kijken naar nieuwbouw bijvoorbeeld. Lange procedures... lastige aansluittijden voor bijvoorbeeld elektra. Dus er zijn nogal wat hobbels te nemen in de nieuwbouw. En dan heb je dus alle creativiteit nodig om iets te kunnen betekenen in die woningmarkt. En ja, dit is één voorbeeld. Ja. Ja. U vertelt al hoe je dat proces doet. De mensen komen bij u, hè, bij u als sales manager, want dat is uw functie. En vervolgens worden ze meegenomen. We gaan even kijken ook naar een gezin, een echtpaar uit Lottum, dat ook vertelt over wat ze ervan vinden. Mantelzorg geven aan naasten komt steeds vaker voor. Dat gaat het beste als de mantelzorger dichtbij is. Daarom wordt er steeds vaker gezocht naar een tijdelijke zorgwoning of een zorgwoning te huur. Een mantelzorgwoning kan ook de oplossing zijn. Na een persoonlijk gesprek worden de wensen en behoeften in kaart gebracht. Er wordt bekeken welke woning het beste past en wat de juiste afmetingen zijn. Familie van der Heijden uit Lottum doorliep dit traject om een op maat gemaakte mantelzorgwoning aan te schaffen. Genoeg ruimte als we met een rollator moeten bewegen of een scootmobiel of een rolstoel. Dat er genoeg ruimte is, de badkamer, de toilet, de slaapkamer. En dat is hier allemaal, alles gelijkvloers. Geen matten, niks, alles netjes ingericht zodat er genoeg ruimte is. Een woning op maat dus. Je hebt ze in veel soorten en maten. De showmodellen geven een indruk hoe ruimtelijk de woningen zijn en hoe je het in zou kunnen richten.
Het idee is ontstaan omdat er hier al verschillende in Lottum en Broekhuizen staan. En dan was ik gaan kijken en daar was ik echt van onder de indruk. En omdat het zoon het huis kocht, wilde kopen, is dat een hele gemakkelijke oplossing. Mooie oplossing, omdat we op dezelfde plek blijven wonen. Het huis is helemaal perfect, groot, ingericht voor latere zorg, als het nodig mocht zijn. We wisten dat we het op het bouwblok mochten zetten. En dat ging eigenlijk heel gemakkelijk met Horst en de Maas. En met afdeling vergunningen. En dat wisten we waar we hem neer gingen zetten. En de kinderen die waren het er helemaal mee eens. Een van de positieve dingen die ingebracht werden, dat de zoon eigenlijk alle woningen het zoeken was. En dat die kruisbestuiving die konden we uitvoeren door de mantelzorgwoning. En hij kon er boven meteen voor zichzelf beginnen. En dat is natuurlijk ook een ideaal plaatje. Als er iemand was geweest die had gezegd ja maar. Maar er waren geen ja maar. Wij waren positief en we zeiden we doen dat. Vandaar dat Marianne ook zegt, we zijn naar Heibloem getogen en meteen getekend. Als er getekend is, kan de woning worden gebouwd. Een prefab zorgwoning wordt in de fabriek vervaardigd. Ja, je moet wel van alles regelen, afspraken maken met de mensen die komen graven en de leidingen komen leggen. Maar we hebben zelf niks aan hoeven te doen. Dat is allemaal gedaan. En mantelzorgwoning heeft het goed geadviseerd wie we daarvoor konden vragen. Dus het ging allemaal heel gemakkelijk. En wanneer de woning klaar is, wordt het op de juiste plek geplaatst. Na de inrichting van de bewoners ziet het er dan zo uit. Nou kun je er nog volop van genieten. En het maken zoals je het wilt. En dan aan wennen. Dus het is ook allemaal veel makkelijker. Dus ik zou er al eerder aan denken. En een premantelzorgwoning, dat mag. Dus we zeggen bijna elke dag van God, wat zijn we blij dat we dat gedaan hebben. Zeker 2 keer in de week. Dus, en de zoon is blij met zijn huis, met zijn vrouw. En wij zijn heel blij hier. En we zijn op dezelfde plek blijven wonen. Hè? Dat is ook heel fijn. Nou, een voorbeeld in Horst en de Maas. Kan iedereen het betalen? Nee, dat kan niet iedereen betalen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Kijk, mensen die dus een huis te verkopen hebben, ja, voor die is dat natuurlijk is dat veel makkelijker als iemand die gehuurd zit en dan daaraan moet beginnen. Want je spreekt toch wel over een flink bedrag eigenlijk, ja, waar je moet investeren. Dat ligt natuurlijk ook welke woning je... Ja, precies. Kijk, daar ligt het inderdaad aan. Het begint ongeveer bij 70.000 euro. En dan omhoog, dan ga je tot 4,5 ton. Hebben ze verkocht al dus. Ja. Jullie hebben heel veel soorten woningen. We zagen ze ook, hè. We hadden het er ook over. Het is niet dat je een aftans hutje hebt. Het zijn echt volwaardige woningen. Ja. Kijk, als mensen bij ons komen om een woning te bekijken, dan zijn ze altijd, om te zeggen, flabbergasted. Want het is gewoon, het is een volwaardige woning. En als je dan ziet wat er allemaal in zit, dan hoor je ook van, ja, dat is nog veel beter en mooier dan wat ik thuis heb. Ja, zo is het wel. En waar komt dat dan door? Door de inrichting? Door de inrichting natuurlijk. We hebben dus architecten in dienst die er iedere dag mee bezig zijn. En die ook die hebben de opleiding ervoor om dat soort woningen te bouwen. Ja. Zijn er nog voorwaarden verbonden aan hoe dat eruit ziet van buiten? Of maakt dat niet veel uit? Nee, op zich niet. Maar als je hebt wel te maken bijvoorbeeld als je tegen het buitengebied aan zit, wel een landschappelijke inpassing. Dus Dat er allemaal ook in de omgeving wat netjes uitziet. Ja. Verder eigenlijk niet. Ja. Het is niet zo dat we daar bijvoorbeeld, noem maar wat, als je inderdaad in het buitengebied een hele woning neerzet. Ik bedoel, dat zal nooit gebeuren natuurlijk. Ja. Nooit. De komende jaren, de vergrijzing zet nog verder in. Dus de kans is groot dat dit vraagstuk nog vaak bij de gemeente wordt neergelegd. Dat is zo.
En dat zal echt niet de enige oplossing zijn voor het vergrijzingsvraagstuk. Daar is veel meer voor nodig, zei ik net al. Van, ja, we moeten alle creativiteit moeten we daarop loslaten om te kijken hoe we dat het beste kunnen gaan oplossen. Het is vooral ook een sociaal vraagstuk. Hè, van, want het is niet alleen de woning neerzetten of het aantal woningen. Maar hoe gaan we voor elkaar zorgen dan? Want het is ook natuurlijk... Het vraagt ook nog wat van degene die zo'n mantelzorgunit of een pre-mantelzorgunit in zijn tuin heeft. Dat betekent dat je dicht bij elkaar woont. Dat betekent nogal wat voor je dagelijkse situatie. En het is lang niet voor iedereen een geschikte oplossing. Want de een moet er echt niet aan denken. Nee. En voor de andere is dat een hele mooie oplossing om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Ja. Dat merken we ook wel in de gesprekken die we als gemeente hebben met mensen. Ja, kijk goed naar die zorgrelatie, hoe je die ook in de toekomst wil vormgeven. Ja, dus het is één van de oplossingen. Dat is... Precies. Ja. Ik zeg wel altijd tegen de mensen, van een stukje privacy naar elkaar toe is heel, heel, heel belangrijk natuurlijk ook. Hè. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, zeker als je familie of je kinderen naast je hebt wonen, een afspraak kan maken of je binnen en buiten... Zomaar iedereen binnenlaten. Ja, precies. Ja. En daar waar ik, kijk, als wij dus een woning plaatsen, daar waar ik ook een beetje voor hoe die geplaatst wordt, natuurlijk. En zodat de zorgvragende en degene zorggevende, dat er toch een stukje in elkaar ligt. En zodat je beide die privacy hebt. Ja. Ja. We gaan zien hoe het verder loopt. Succes met mantelzorgwoningen. Dank u wel. En dank beiden voor jullie komst. Graag gedaan.